super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. De video van vandaag is een roomtour video. En dit is op dit moment mijn meest aangevraagde video ooit. In het verleden heb ik wel regelmatig een roomtour video geüpload. Maar jullie weten dat ik regelmatig mijn kamer verander op decoratiegebied. Dus het werd wel tijd voor een update. Voordat ik met de tour ga beginnen wil ik nog iets met jullie delen. Ik heb namelijk een leuk nieuwtje. Althans, ik vind het leuk. Ik ga binnenkort namelijk beginnen met een nieuwe serie op dit kanaal. Ik ben er heel erg excited over. Ik zal aan het eind van deze video meer over die serie vertellen. Dus mocht je daar ook meer over willen weten, klik dan nog niet weg als je de tour hebt gezien. Mocht je net zoals ik heel veel zin hebben in deze video, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel met de roomtour beginnen. Laten we beginnen met een overzicht van mijn kamer. Wat betreft de indeling is er niks veranderd. Hier hebben we mijn deur en aan mijn deur heb ik twee haakjes hangen. En op dit moment hangt er maar één dingetje, namelijk deze spiegel. En naast mijn deur heb ik sinds kort een memobord hangen. Op dit moment heb ik een aantal magneetjes met mijn birth chart. Ik ben sinds kort een beetje bij beetje meer gaan verdiepen in astrologie en die dingen. Maar ja, voor nu heb ik alleen dit hier hangen. Misschien komt er nog wat bij. Misschien to-do-lijstjes of iets anders wat ik erop kan schrijven of erop kan hangen. Maar voor nu is het dit. Ik heb niet heel veel ruimte in mijn kamer, maar ik probeer het wel zo praktisch mogelijk in te delen. Nee, we lopen wel even deze kant op. We hebben hier mijn spiegel. Die vind ik wel heel erg fijn om te hebben. Achter mijn spiegel heb ik een kleine wasmand. Want ik moest ook even een wasje draaien, dus dat zit daar. En daarachter is een uitklapbare dienblad die ik soms gebruik als ik op mijn bed ga eten of met mijn laptop wil zitten. Dan hebben we mijn nachtkastje en op dit moment staat er dit op mijn nachtkastje. We hebben hier een lucht/aroma diffuser. Ik hou hier echt super veel van, die staat bijna altijd aan. Een kaars met wat onderzetters. En twee lijsten. En ik heb hier ook mijn telefoon en een planner die ik op dit moment gebruik. Het verschilt nog wel eens wat er in de inhoud van mijn nachtkastje zit. Op dit moment hebben we hier een bril en wat zonnebrillen. Een klein portemonneetje, vaseline. Wat boeken die ik nog graag wil lezen. Ik ben echt een hele slechte lezer, maar ik wil wel meer gaan lezen. Hier heb ik nog geen enkel letter uit gelezen, maar lijkt me wel heel erg interessant. En hier ben ik al een beetje aan begonnen. En dan heb ik daar nog een ander boek van Queen of Jetlags liggen. Dan hebben we hier een make-up la met de make-upjes die ik niet dagelijks gebruik. Dus dit is meer een beetje mijn backup la. Mijn favoriete deo op dit moment. De Zwitser deo. Oké, dan hebben we een laadje voor mijn telefoonhoesjes, elektronica, mijn oude telefoon. Vlogcamera ligt daar en een random Zwitser geurtje. Die had geen plek, dus ik heb het daar neergelegd. Dit is een soort van rommellaadje, maar ik probeer het wel zo netjes mogelijk te houden, omdat er ja, af en toe elektronica in zit. En het laatste laadje, er zit een sjaaltje in, is eigenlijk bestemd voor mijn Louis Vuitton tas. Dit is hem. Dus als ik hem niet gebruik, bewaar ik hem in dat laadje en voor de rest zitten wat brillenkokers daar en brillen die ik niet altijd gebruik, maar wel ja, soms wel afwisselen. Zo, dan hebben we mijn bed zelf. En 9 van de 10 keer is het zeg maar wel mooi opgemaakt. En heb ik heel wat kussens liggen. Ik ben een beetje aan het spelen met wat voor soort kussens ik hier op wil hebben. Het is nu een beetje chaotisch. Maar ja, nu ziet het er zo uit. En omdat het echt mega warm is op dit moment, wanneer ik dit film is nog ja, rond de 30 graden, slaap ik niet met een dekbed, maar gewoon met een laken. Ik heb op dit moment mijn dekbed wel op mijn bed liggen. Maar normaal gesproken ligt die aan de zijkant. Maar ja, ik wil dat voor nu wel even opgeruimd hebben. Dus dan heb ik hier mijn laken. Een extra dekentje en dan hier mijn laken. Met heel veel kussens hou ik van. Trouwens, hoe schattig is dit knuffeltje? Hi! Oké, we hebben hier nog een nachtkastje. Maar dit nachtkastje is voor mijn vriend als hij bij me komt slapen. Hij heeft hier zijn oplader, papiertjes,
random laadje. Nou, lekker opgeruimd ook, not. Wat kleding wat hierin zit. En hier zit ook nog wat kleding in. Op dit nachtkastje staan niet mega veel dingen, maar ik wilde het wel een beetje opleuken. Mijn favoriete speaker. Dan hebben we hier een foto van mij en Richie. Super schattig. Een mandje met schelpen en een nachtlampje. Boven mijn bed heb ik op dit moment deze twee dingen hangen. De poster en de omlijsting is van Decennio. En dan hebben we dit mooie wandding. Die heb ik op Bali gekocht. Ik kreeg er echt heel veel vraag naar. Maar ja, hij komt niet uit Nederland. En als je hem in Nederland zou kunnen kopen, zijn die dingen belachelijk duur. Dus ik ben er super blij mee. Misschien dat ik er nog wat bij doe. Ik heb geen idee. Ik vind het ook wel lekker als het een beetje rustig is. Ondanks dat mijn kamer best wel vol is, probeer ik het wel aan de rustige kant te houden wat betreft de kleuren. Oké. We gaan verder. We hebben hier een van mijn favoriete onderdelen van mijn kamer. Namelijk mijn wanddecoratie. Of ja, mijn wandplanken. De plankjes zijn van de IKEA. En het is best wel vol. Maar ik vind het wel leuk. We hebben hier een kaars van Rituals. En een soort van ja, potje waar wat steentjes in zitten. Ik weet niet of het te zien is, maar ja, een kleine stenenverzameling. Dan hebben we een boek. Die heb ik op Bali gekocht. Het is een Engels boek. Ik vond hem wel heel erg mooi eruit zien. Deze moet ik ook nog ooit gaan lezen. Maar hij paste ook wel ja, met het interieur. Dan hebben we een marble plankje. Ik krijg ook heel vaak de vraag waar dit vandaan komt. Maar dit is eigenlijk een snijplank met een ja, marble sticker eromheen. Dus vandaar. Ik heb hem zelf gediy'd. Dan hebben we een room spray. Ik vind het wel fijn als mijn kamer lekker ruikt. Deze komt ook uit Bali. Ik heb een soortgelijke ook van Chanou gekregen voor mijn verjaardag. Maar die staat in de woonkamer. Ik ben er helemaal obsessed mee. Dus ik vind het niet erg dat ik hem twee keer heb. Dan hebben we weer een poster. Ook weer van Decennio. Een nep plantje van de IKEA. En een vintage camera. Hierboven hebben we nog iets uit Bali. Dit mooie ronde bord. Weer een poster van Decennio. Dit staat ook al heel lang in mijn kamer, maar ik vind het nog steeds leuk. Nog een geurkaars. Mijn grote trots, mijn YouTube play button, die gaat ook niet weg uit mijn kamer. Dan deze neppe hangplant van de IKEA. Die hangt daar ook best wel lang. Ik vind het wel een leuk effect hebben. Dus die staat daar. Dan gaan we verder met mijn bureau. Nou, zoals je kan zien staat mijn ventilator daar. Op dit moment staat die uit. Want anders hoor je hem, maar het is pittig warm in mijn kamer. Misschien merk je het al, maar de zon schijnt echt volop in mijn kamer. Het is niet echt prettig qua temperatuur, dus die gaat straks weer aan. Sinds kort heb ik een verhogingje op mijn bureau, dus dat zorgt ook voor extra opbergplek, wat heel erg fijn is. We hebben hier in dit hoekje een lamp. Met nog een luchtbevochtiger en een klein plantje. Dan hebben we hier mijn computer en onder zie je mijn toetsenbord en muis. Aan de andere kant hebben we ja, een beetje mijn make-up hoekje. Ik heb hier tissues, een potje met ja, wat random dingen en een face mist. Een spiegel, hallo. Trouwens, even iets tussendoor. Misschien valt het je al een klein beetje op. Mijn kamer is mega stoffig. Ik stof het echt regelmatig af. Maar het wordt echt binnen no time weer stoffig. Dus ik blijf maar aan de gang gaan. Sorry als je een beetje stof ziet. Het is heel gemakkelijk om stof in huis te hebben. Oké, we gaan verder. We hebben hier mijn make-up hoekje met mijn dagelijkse make-upjes. In dit laadje heb ik wat kwasten. Het is niet per se mega opgeruimd. Want ja, ik gebruik dit elke dag. Maar het zit er wel. Dan hebben we hier een laadje. En in dit laadje hebben we eigenlijk alleen maar kantoorspullen, pennen, washi tape. Dit is eigenlijk een la met allemaal handige spullen. Dan hebben we nog een laadje. En in dit laadje heb ik voornamelijk schriften, opbergmapjes, nog een planner, stickers, etui, een bonnetje en nog wat andere spulletjes. Oh ja, en dan hebben we hier nog een laadje, helemaal vergeten. In dit laadje hebben we een koppelstukje voor mijn laptop waar een USB-stick in kan. SD-kaart,
HDMI-kabel, noem het maar op. Mijn zonnebrillenkoker met mijn Ray-Ban zonnebril. Het draadje wat bij mijn computer hoort. Een agenda. Een wachtwoordenboekje. Kaarten. En hierin zitten kleine stickertjes. Ik kan ze wel laten zien als het open gaat met één hand. Hier bewaar ik dan wat stickertjes in. En niet te vergeten mijn kledingkast. Dit is mijn kledingkast. Komt ook van de IKEA. De dozen die hier bovenop staan zijn ook van de IKEA. Daar zitten ook wat kledingstukken in. Wat zit er eigenlijk in? Ik weet het niet eens. Ik heb het al een tijdje niet meer opengemaakt. Of volgens mij overige zomerkledingstukken die ik niet meer aandoe deze zomer. En wat accessoires zoals petjes en hoedjes. Laten we beginnen met deze kastdeur. We hebben hier mijn sieradenkist. Misschien is het wel leuk om dit te laten zien. En dan zo. Dan hebben we hier ook nog een spiegeltje. Hier berg ik dan al mijn ringen op. Oorbellen, armbanden. Hier heb ik twee horloges. Dit is een meeneemdoosje. Dus als je op vakantie gaat, kan je hier je sieraden in doen. Dan heb ik nog wat losse dingetjes. En daar kan je je kettingen in opbergen. Omdat die doos een eigen plekje heeft, moest ik de rest een beetje slim gaan indelen. We hebben hier zo'n rekje en hier heb ik onder andere wat broekjes in zitten. Voornamelijk luchtige en zomerbroekjes. Vooraan liggen de jeans die ik op dit moment het vaakst aantrek. Nou ja, als het niet 30 graden is in ieder geval. Maar dit zijn mijn meest gedragen jeans. Hieronder hebben we nog een rekje en hier hebben we wat andere broekjes. Ja, een beetje hetzelfde verhaal als hierboven. Broekjes, rokjes, wat eigenlijk niet per se mooi opgevouwen hoeft te worden. Dan hebben we hieronder ondergoed. Ik heb twee mandjes met ondergoed. Vaak prop ik het er gewoon in, omdat ik weet dat ik het dat in ieder geval niet netjes kan houden. Maar daar heb ik ook vrede mee. En hier hebben we een stapel met zwart-witte grijze t-shirt. En dan komen we bij dit gedeelte van mijn kast. We hebben hier dit. Tot en met ongeveer hier is van mij. En dit is dan van mijn vriend. Dus ja, het is aardig wat. Een beetje gepropt, maar het past. En regelmatig zoek ik het ook wel even uit. Mocht ik bepaalde dingen niet meer willen, dan verkoop ik het of doneer ik het. Maar het past, dus dat vind ik heel erg fijn. Aan mijn deuren heb ik haakjes hangen. En daar hangen mijn riemen. Aan deze kant ook. En dan bovenin hebben we wat manden. In de middelste mand zitten mijn sokken. We hebben daar een mand voor allemaal hemdjes. En een mand voor BH's. Onder mijn hangende kleding heb ik twee manden staan. Hier in dit mandje heb ik random een bralette hier. Oké, die hoort daar niet. Oh, die is nieuw. Die moet ik even juist gaan opbergen. Maar dit is een mand met allemaal tassen die ik niet elke dag gebruik. Of juist. Maar we hebben hier een mand met allemaal tassen. En daarnaast hebben we Richie's zijn sokken en onderbroeken. En daaronder heb ik twee grote witte dozen. En daar zit schoon beddengoed in. Dan mijn roomtour update. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden en wat jouw favoriete onderdeel uit mijn kamer is. Ik kan niet kiezen, ik hou echt van mijn kamer. Het liefst had ik stiekem gehoopt dat het ietsjes groter zou zijn. Dat ik iets meer ruimte zou hebben, maar ja, ik moet er gewoon mee doen. En in de toekomst zal het misschien toch al wel weer veranderen. Waarschijnlijk ben je nu wel benieuwd wat mijn nieuwe serie gaat worden. Nou, ik ben heel erg excited om dit met jullie te delen. Dus, tromgeroffel, mijn nieuwe serie gaat Het Interieur Van heten.
En in elke aflevering ga ik bij iemand op bezoek. En dan ga ik een klein gesprekje met ze houden. Een soort van interviewtje over het interieur van diegene. En naast dat geef ik ook een tour door de woning, woonkamer, slaapkamer. Het ligt eraan wat ik op dat moment in die video ga uitlichten. Maar het leek me heel erg leuk om op interieurgebied iets anders te doen. Soms is mijn inspiratie ook op als ik een opfrisbeurt aan mijn kamer wil geven. Dus ik hoop dat ik door middel van de serie zelf heel veel inspiratie krijg voor mijn kamer slash woning. En dat ik jullie ook kan inspireren met de verschillende stijlen die we in de toekomst samen gaan tegenkomen. Dus mocht je net zoals ik heel erg excited zijn voor deze serie, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. En ja, de eerste aflevering komt heel snel online. Hierbij wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar mijn roomtour video. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!